mobiliteit, iedereen hier in Beveren en ook in het Waasland wordt geconfronteerd met mobiliteitsproblemen. We willen dat er voortgang komt in het mobiliteitsdossier van Doosterweel. En we willen ook hier in Beveren het zwaar verkeer uit de deelgemeente halen. De leefbaarheid. Beveren heeft 8 deelgemeenten, is eigenlijk een bijzonder unieke gemeente. En we vinden die leefbaarheid in de deelgemeente zeer belangrijk. En alle deelgemeenten komen daarvoor bij ons op de eerste plaats. En tenslotte, de veiligheid. Van de veiligheid maken we ook een belangrijk speerpunt. Beveren kent een groot politiekorps. We kunnen rekenen op de inzet van onze mensen. Maar we vinden het ook belangrijk om te investeren in de modernste technieken. Zoals bijvoorbeeld de slimme camera's om de woninginbraken, waar we in Beveren spijtig genoeg ook mee geconfronteerd worden, om die terug te dringen. Voorzitter, de wind zit mee, u maakt die mee, nationaal. Maar de voedingsbodem in Sint-Niklaas en het land van Waas is ook heel vruchtbaar. Wij willen met de N-VA in Sint-Niklaas van het stadscentrum een bruisend en dynamische kern maken. Wij willen ook een veilig, maar ook een gezellige stad van Sint-Niklaas maken. Sint-Niklaas moet voor ons ook een sociale stad zijn, een stad met een hart voor jong en oud. Inspraak en participatie van de bevolking, van de vereniging, maar ook van de buurten schrijven wij hoog in het vaandel. En tenslotte willen wij ook dat de stad op een efficiënte en sobere manier bestuurd wordt door de administratie. In deze stad gebeuren veel juiste dingen, maar wij, N-VA's, wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze stad een nog veel betere stad kunnen maken. En dat... Wat wij willen voor Gent zijn in feite 4 dingen. 1, wij vinden dat Gent opnieuw een leefbare stad moet worden. Op sommige plaatsen is dat niet het geval. We vinden ook dat het een warme stad moet worden. Dat wil zeggen een solidaire sociale stad, maar met een rechtvaardig systeem, waarbij iedereen bijdraagt tot de gemeenschap wat hij of zij kan. We vinden ook dat het naast een leefbare, een warme stad, een bruisende stad moet blijven. We moeten onze troeven uitspelen. En vooral moet een goed bestuurde stad zijn. Dat betekent eigenlijk dat we met het geld heel zuinig moeten omgaan. Er is geen enkele reden waarom Gent de duurste stad van Vlaanderen zou moeten zijn. Wij willen dat veranderen. Het is belangrijk in politiek te geloven in die idee dat er na jarenlange chaos, in Oost noemt men dat ruzie en krakeel, hoop op betere tijden is. N-VA gaat inzetten om de scherprechter te worden in de belangrijke dossiers en ook trachten te deblokkeren waar mogelijk. Jarenlang is er in deze stad ruzie en krakeel geweest. N-VA Aalst wil dat duidelijk anders doen en hoopt mee te kunnen besturen om de belangrijke dossiers in deze stad, nieuw administratief centrum, crematorium, om die eindelijk gerealiseerd te krijgen.